Universiteit Hasselt telt meer dan 2500 studenten. 8 van hen volgen we een heel academiejaar lang. Vandaag is dat... Hey mama, hier ik. Zo, Paolo en Steve, jullie komen vandaag een kijkje nemen in de lijkenzaal. Wel, ik zou zeggen, laten we maar een kijkje gaan nemen. Zo, dus hier in de vakantie krijgen wij de kans om een beetje te komen dissekeren op de lijken. Goed voor een beetje handigheid op te doen voor later. Kijk, dat is hier mijn preparaat. Ik ben momenteel bezig met dissectie van de halsstreek. Ik doe dat eigenlijk wel graag. Ik vind dat heel interessant. En dus een beetje, ja, zoals ik al zei, brengt wat handigheid bij. Dat is altijd nuttig. En hoe was het deze keer als je gegaan kwam? Was het een beetje akelig dat je ging werken met lichamen? Ik vond het eigenlijk akeliger op voorhand, als je zo hoort praten. Iedereen praat hier over de lijken. En ja, dat klinkt een beetje luguber, maar eigenlijk, als je dan ene keer bezig bent, dan heb je niet echt door dat je echt met mensen bezig bent. Dan zit je dat eerder in functie van spieren, bloedvaten. En dan is dat niet meer zo eng. Nee, precies niet. Nee, ik zeg het. Nu vind ik daar eigenlijk helemaal niks eng niet meer aan. En ja, goed, ik denk dat vooral de eerste keer is dat een beetje wennen is. En dan komt dat vanzelf. Hoe lang werken jullie met zo één lichaam? Wel, aan één regio ben je toch al gauw 4 of 5 dagen bezig. En een heel lichaam, daar heb je toch een paar maanden werk aan, denk ik. Dus die moeten dan ook heel goed bewaard worden. Hoe doen jullie dat? Wel, je ziet hier aan de zijkanten overal van die frigo's staan. En daar bewaren ze die. Ze steken die in zo'n witte zak, gelijk deze. En dan gaan die daarin. Op voorhand worden die ook klaargemaakt door de mensen die erin gespecialiseerd zijn, zodat die langer bewaren. Ja, het eerste contact eigenlijk met zo die preparaten, dat is een eerste kan, direct het allereerste blok. Dat is anatomie bij professor Van der Steen. En dat is eigenlijk heel fijn, want je hebt direct het gevoel dat je ook echt geneeskunde studeert. Je bent met echte preparaten bezig. Ik denk dat dat ook een kans is die je niet aan elke universiteit krijgt. Je krijgt hier ook veel... Je wordt hier eigenlijk heel goed begeleid. Je krijgt altijd de kans om in de vakantie eens te komen dissekeren. Als je dat wilt. En dan... Ja, dat zijn eigenlijk allemaal blokken waar dat je ook echt het gevoel hebt dat je voor dokter aan het studeren bent. Dat is geen theoretische lessen achter een schoolbankje, maar dat is echt actief bezig zijn met wat je eigenlijk later graag wilt doen. Het is goed te zien dat je in het linker ventrikel blijft, hè? Ik ben Marianne van der Steen, ik ben een van de anatomiedocenten hier. En op dit moment zijn wij bezig met studenten te begeleiden die vrijwillig komen dissekeren. Het is namelijk zo dat in het verplichte curriculum dat er geen dissectie meer in zit, alleen in het keuzeonderwijs. En dat deze studenten gevraagd hebben om te mogen komen dissekeren. We hebben dan een oproep gedaan in het tweede en derde jaar. En tot onze grote verbazing zijn daar 20 studenten die 3 dagen van hun paasvakantie opofferen om hier aan anatomie te komen doen. Dus wij zijn eigenlijk heel blij dat ons vak zo populair is en dat er 20 studenten hier 3 dagen komen werken. En we begeleiden die met heel veel plezier. Zo, Frederik, en nog veel snijwerk? Ja, vooral veel prulwerk nu om alles mooi vrij te leggen. Zeg maar mannen, je ziet er wel maar wat wittekes uit. Zou je niet een beetje naar buiten gaan? Net op tijd buiten. Die geur. Dat is echt niet... Hier zit dat zo. Oh. Ik heb dat gegeten. Zeg, Paolo, honger? Ja, gewoon iets eten. Steekje. Steekje friet.